is juist zijn. Daarvoor even een overschakeling naar Frankrijk nog, naar Heinze Bakker. Corrigie naar Zwitserland, want we zijn de Frans-Zwitserse grens gepasseerd. En de conclusie die jij straks doorstelt, laat ik voorlopig nog maar even voor jouw rekening. Want er gebeurt dan degelijk van alles wat interessant is in het eerste deel van deze overigens wel korte etappe. Interessant met name vanwege de activiteiten van Mariano Martinez, de jonge Fransman, die gisteren door Bernard Hinault van de leidende positie in het bergklassement werd verdrongen. Martinez beseft uiteraard heel goed dat Hinault zich niet zal forceren om die bergtrui te behouden, omdat er nou eenmaal voor Hinault in de eerste plaats andere belangen in deze Tour liggen. En Martinez heeft in deze eerste gedeelte van deze etappe alles aan gedaan om die leiderspositie van het bergklassement te heroveren. En hij lijkt daar aardig in te lukken. We hebben inmiddels achter de rug twee keer een col van de derde categorie, de Col du Corbier, die lag op 16 kilometer, en de Pas de Morgin op 45 kilometer. En in beide gevallen was Martinez als eerste boven. En dat betekende dat hij aan zijn punten totaal, wat gisteravond was blijven steken, op 155 nu 16 punten heeft toegevoegd. En op 152 en 16 heeft toegevoegd, moet ik zeggen, en nu op een totaal van 160 is gekomen. Hinault was op de eerste col op de vierde plaats boven, op de tweede col op de derde plaats. En dat betekent dat in het bergklassement op dit moment Martinez weer de leiding heeft met 1 punt voorsprong op Hinault. Maar we krijgen vanmiddag nog één keer een col van de derde categorie. En daar zal dus moeten worden beslist wie vanavond de leiding in dat bergklassement heeft. Iets over het weer dan. Het is uitermate slecht weer vandaag. We zijn in de stromende regen om 12:30 vertrokken in Morzine. En nog steeds gutst de regen uit de hemel. Het is uiterst donker. Niettemin veel mensen langs de weg. Veel Nederlanders ook langs de weg. Maar ik wil toch eens even in verband met het weer aan piloot Charles van der Heijden vragen. Boven in het vliegtuig. Charles, wat maak je me nou? Ja, Heintje, goedemiddag. Tot afgelopen maandag ging het eigenlijk ook veel te mooi met het weer. Er moest ook wel een verandering komen in de Alpen. En weergoden die spelen eigenlijk hier vandaag en gisteren en ook morgen dus een beetje de baas. Een grauwe lucht, mistige bergtoppen en continu regenbui. Dat is wat de meteorologen mij vertellen. Vanwege dit slechte weer zitten wij erg hoog, 17.000 voet. Net zo'n beetje in en uit de toppen en het is hier dan ook erg onrustig. Misschien komt mijn stem een beetje raar door, want wij vliegen op vuurstof vanwege de eile lucht. Nou, daar beneden zal het ook niet al te best zijn en daarvoor kan ik eigenlijk beter jou weer aan het woord laten, Heintje. Dat klopt helemaal, Charles. Beneden is het ook niet erg best als we het hebben over het weer. Nog wat korte aanvullende informatie. De jonge Fransman Bernard Hinault is vanochtend niet aan de start verschenen om medische redenen. We hebben een valpartij gehad waarbij betrokken was Jacques S. Plasson. Hij fietst wel weer, maar hij heeft duidelijk problemen. Hij heeft toch wel wat gevolgen overgehouden van die valpartij. En in de afdaling van de Col du Corbier is het grote peloton in twee groepen uiteengevallen. Een dertigtal renners heeft een minuut of 2,5 voorsprong opgebouwd op het restant van de deelnemers. Het aantal deelnemers wat in deze etappe nog precies 80 is. We hebben afgelegd ongeveer 60 kilometer. Dat betekent dat we aardig opschieten, want de totale lengte van deze etappe is 137,5. We eindigen, Felix zei het al, in Lausanne. Wij rijden op dit moment op ongeveer 16 kilometer van de finish. En we passeren zojuist het tweede peloton met Jan Raas op kop. Verder ook Bezemaal, De Kouwe en Aad van der Hoek. Dat gaat dus uitstekend voor de ploeg van Peter Post in die tweede groep. In de eerste groep, zoals u weet, zit 25 man bijeen. En die tweede groep die is op 1,5 minuut genaderd van de eerste groep. Dat is dus mooi samengelopen, terwijl het verschil ooit 5 minuten is geweest. Wel, we gaan dus de finale in. Die finale, heb ik al straks gezegd, telt een plaatselijk circuit van 11,5 kilometer in totaal. We gaan nu eens kijken bij de kopgroep en Tempo Komen. Bij de kopgroep is heel weinig te beleven, vlak voor de finale. Het is bijna niet te begrijpen, maar de heren rijden nog tamelijk rustig. Weliswaar is de snelheid redelijk hoog, 45 kilometer. Maar ze tuimelen dan ook van een helling af en dan gaat het gauw hard. Dan hadden zit in de kopgroep de Nederlanders Gerrit Kneteman en Henk Lubberding en natuurlijk Joop Zoetemelk. En bovendien valt wel eens van de groep Peter de Post. Voor het overige kan ik alleen maar zeggen dat Menendez even geprobeerd heeft weg te komen. Hij pakte 10 meter en werd toen weer opgeslokt door deze ploeg van 25 man. En nou, dan maar afwachten of er inderdaad brand wordt ontstoken of dat die tweede groep er precies dan nog bij komt. Hier is voor u Theo Kool. De kopgroep die op dit ogenblik nog altijd uit 25 man bestaat. En enkele keer is het 24 man geweest dat er één wegviel. Maar nu zit dan weer compleet met 25 man. Zijn weggevlucht Gerry Kneteman en Oliva. Ze hebben een voorsprongetje opgebouwd, daar dacht ik van een 50, 60 meter. Ik probeer nu even achterop te kijken terwijl we onder de rode vlag doorgaan en straks een circuit opkomen. Of wij de renners kunnen bespeuren. Het lijkt me weinig zinvol om nu op de loop te gaan. Eenvoudig op de weg erg recht. Wel goed is, dat wel. Hij heeft nog altijd een voorsprongetje, Gerry Kneteman. En Oliva zit in zijn wiel. Maar op een afstand van een, nou pakweg 30, 40 meter volgt in een lange spier.
de rest van de kopgroep. Dat betekent dus 25 man aan het wiel van de twee Gerdy Kneteman Oliva. Dan even kijken. Ja hoor, Gerdy Kneteman opkop op zijn grootste verzet, op zijn 12. Daar komt hij, de helling afsnellen. Helling is een beetje groot woord, we gaan iets wat omlaag. Maar dat kan een spannende finale betekenen van deze tot nog toe zo teleurstellende etappe in de Ronde van Frankrijk. De finish, dat wil zeggen bijna dat de renners voor de eerste keer de finishlijn passeren. Dat wil niet zeggen dat ze dan al klaar zijn met deze etappe, want daarna moeten ze nog twee keer een circuit van 4250 meter afleggen. Dat wil dus zeggen nog 8 kilometer te gaan. En de mannen komen nu voor het eerst daar in de verte de bocht om. En zullen dan inderdaad die streep voor die laatste twee ronden gaan passeren. We gaan eens even de situatie opnemen op het moment dat de mannen hier voorbij komen. Ik had van deel komen gegeven een kopgroepje van twee man. Nou, dat kopgroepje is dan in ieder geval wat groter geworden, want ik zie dan een groepje aankomen van een man of vijf. En we gaan eens even kijken voor u wie dat dan zijn. Dat groepje staat in ieder geval onder aanvoering van Gerdy Kneteman. Gerdy Kneteman komt daar inderdaad aan met in gezelschap van Paul Wellens. En Agostinho, en Bruyère, en Bart Janssens. Dat zijn de vijf koplopers van dit moment. Gerdy Kneteman, Paul Wellens, Bruyère, Janssens en Agostinho. Terwijl hier op zijn eentje in de achtervolging is op dit licht stijgende parcours. Dat is dan Andres Oliva, die eerst met Kneteman weg was geweest. Dan weer een mannetje alleen. Even kijken wie dat is. Dat is René Martens, de Belg. En dan komt in de verte de rest van de groep aan. Wel, het zaakje is helemaal uit elkaar gefladderd. We gaan afwachten hoe het alles maar verder loopt. Misschien heeft Theo Kolen nog een extra informatie. Komt Theo? Hij zit hier vlak voor deze koproute. Dus juist door Heinz de Bakker is geschetst. Ik kon hem helaas niet goed volgen. Vandaar dus dat ik wat laat inviel. Wij laten ons nu wat rustig afzakken om te kijken naar deze mannen die met een enorme vaart hier de helling afglijden. Het is echt een helling. Dat is, even kijken, Jozef Bruyère, Gerdy Kneteman, Paul Wellens. Wat een chance is dat ik daarbij te zien en inderdaad Agostinho. En als ik het goed heb begrepen, heeft ook Heinz de Bakker deze namen genoemd. En ze hebben een verschrikkelijke snelheid. En we gaan straks even kijken hoe het er dan zich gedraagt. Rustig maar even, Raymond. Raymond, mijn voortreffelijke motorbestuurder. Houdt u even de adem in, als ik het zo mag uitdrukken. Even de rem op de motor. En kijk wat het er dan rijdt. Nou, dat is volledig uit het zicht. Zeker 300, 400 meter, 500 meter inmiddels al. Hebben deze mannen genomen. En met een enorme vaart slieten ze door de straten. Door de volgepakte straten van Lausanne. Nou ja, toch nog een lekkere finale, mannen. Toch nog. Komen. We razen weer van het circuit af. De koplopers die ik juist heb geschetst hebben een voorsprong van 30 seconden op het peloton. En waaruit de een derde weggeflitst is, maar ik kan uiteraard niet zien wie het is, want hij zit een 400 meter achter mij. En voor mij dansen de vier op de pedalen. Wat zeg ik, de vier op de pedalen? Dat zijn de vijf, hè. Jozef Bruyère, Gerdy Kneteman, Paul Dans, Bart Janssens. En dan mis ik er nog één. We gaan even naar voren toe. Agostinho natuurlijk. Agostinho, 35-jarige Portugees. Wat rijdt die man nog ijzersterk. Wat is het schitterend te zien hoe hij op die pedalen dans uit de zadel heeft in zichzelf gelicht. Met zijn gedrongen figuur, maar met een kop zo sterk als een leeuw. Agostinho, we zouden toch graag hebben dat hij nog eens een etappe won. En wat is hij hooggekomen in het algemeen klassement. Het pelotonnetje wordt trouwens aangevoerd door Jozef Bruyère, die blijkbaar over zijn erge inzicht heen is. En Agostinho op de tweede plaats. Derde, Paul Wellens, die ook al veel heeft laten zien in deze ronde. Vierde, Gerdy Kneteman. En op de vijfde plaats, Bart Janssens, die eigenlijk een keer in de kop vertegenwoordigd is. Dus we zullen straks nog één omloop moeten afleggen. Eén omloop van 4250 meter. En dan zullen we weten of deze vijf zich uit de greep van het peloton hebben kunnen houden. En of zij onder elkaar dus de zegen van deze etappe zullen gaan betwisten. Het ziet er voorlopig wel naar uit. Want als ik nu achter me kijk, daar beneden, langs die duizenden toeschouwers die altijd waren op elkaar gestapeld staan, dan zie ik wel één renner aankomen. We gaan dus even wachten, Raymond. Terwijl we hier onder de rode vlag door gaan, we gaan even wachten wie deze renner is. Die is in eentje komt aandraven. Kleine verstelling, maar ik vind het wel ontzettend goed. Dat is even kijken, het was nummer 68, want ik hoor niet goed in zijn stoet zien. En dat was Menendez, die trouwens toch al sterk gereden heeft vandaag. Menendez, en er komt nog een achtervolger, wat moeizaam naar ons toegeklauterd. En dan zal hij waarschijnlijk straks toch hem in een hoog tempo neerdalen. En dat is onze vriend, even kijken, René Martens. Dat zijn de twee mannen dus die kopgroep achtervolgen. De kopgroep die ik juist heb geschetst. En nou ben ik erg benieuwd hoe Heinz de Bakker straks gaat timen aan de streep. En dan zal hij nog één keer de renners aan zich voorbij zien flitsen. Heinze. Goed Theo, dat zullen we graag even in de gaten houden. Ik zie ze op dit moment nog niet, maar ik kan wel eventjes zeggen dat het een uiterst lastige aankomst hier is in Lausanne. Want de aankomst is niet eventjes een prachtige weg waar eventjes raak gesprint kan worden. Nee, die weg loopt nogal erg omhoog. Het is een echt stuk vals plat zou je kunnen zeggen. En de renners hebben er al grote problemen mee om hier in een redelijk tempo door te komen. En dat zou kunnen betekenen dat het niet een echte sprint is, maar dat een iets wat sterkere klimmer in het gezelschap natuurlijk wat in het voordeel is. Maar we gaan eens even kijken hoe de zaak zich ontwikkelt, want daar komen de mannen weer. Nog steeds dat groepje van vijf onder aanvoering in dit geval van Mark Janssens lijkt mij zo. Nee, dat moet het dan achterblijven zijn. Deze mannen, dit is niet de kopgroep. Inderdaad, dit zijn mannen die om een grote achterstand rijden.
Deze mannen tellen helemaal niet meer mee vandaag. Die kunnen we voorlopig vergeten. Ik zie daar Viard Depo bij zitten. In ieder geval zitten daar geen Nederlanders bij. Twee mannen van Lejeune ook. En er zit ook bij de ploegmakker van Bernardi, Noé-Yvon Bertin. Maar die hebben een grote achterstand. Dit zijn gewoon achterblijvers die in het spel van vandaag niet meer meetellen. We gaan kijken of de volgende groep de bocht omkomt. Want dat zal dan de kopgroep moeten zijn. Inderdaad, daar komen ze, de kopgroep. We gaan eens kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En met name eens gaan kijken hoe groot de voorsprong van die kopgroep op het achtervolgende peloton zal zijn. Daar komen de mannen. Bruyère aan de leiding. En dan daar is ook Gerry Kneteman die goed meegaat. Gerry Kneteman en uiteraard Paul Willens die op dit hellende parcours wat naar boven voert. En dan probeert hij een demarage te plaatsen. Willens met Kneteman aan zijn wiel. Maar Bruyère gaat meepakken. Bruyère gaat meepakken. Agostinho en Jansen moeten loslaten. Voorlopig een scheuring in de kopgroep van 5 man. 3 man weg. 2 man haken af. En we gaan kijken hoe groot de voorsprong is op het peloton. Terwijl daar in de verte die ene man aankomt waarvan Theo veronderstelde dat het Menendez was. Die al een achterstand zal hebben van bijna een halve minuut. Dat betekent dat het peloton, wat ik nog helemaal niet kan zien, op een nog grotere achterstand is gebied. Met andere woorden, de 5 koplopers waarvan hier eventjes een scheuring ontstond. 3 en 2. Die mannen die zullen inderdaad weg kunnen blijven naar mijn schatting. Dat is inderdaad Menendez die hier voorbij komt. En dan komt er in de verte René Martens. Terwijl er van het peloton nog geen spoor te bekijken is. En er al 40 seconden zijn verstreken in de kopgroep voor hier voorbij ging. Daar komt René Martens. Hij krijgt ook de bel voor de laatste ronde. Laatste ronde van 4250 kilometer. 45 seconden zijn er al verspreken. Nou, het peloton doet niet meer mee in deze strijd. Het gaat tussen de 5 koplopers en wellicht tussen de 3. Ruim 3 minuten. Niet al te ver vanaf hier op de aankomstlijn in de stad Lausanne, dat meer van Genève. We zijn er een stukje langs gereden vanmiddag. Ontzettend aantrekkelijke streek, al fijn dat ze je ongetwijfeld weten, Ferry. Mm-hmm. Winnaar, Kneteman, dat was bekend. De tijd die hij nodig had, nog niet. 3 uur, 36 minuten en 52 seconden. Dat betekent een gemiddelde snelheid van precies 37,5 kilometer per uur over het geheel van de etappe. 3 uur, 36 minuten en 52 seconden. Tweede, op 13 seconden achter de kneet, Joseph Ruyère. Derde, Paul Wellens. Vierde, Agostinho. Vijfde, Bart Janssens. Zesde, Antonio Menendez. Zevende, René Martens. Achtste, Lucien van Impe. Negende, Freddy Martens. En tiende, Miguel Maria Laza. Dat zijn de eerste 10 van deze etappes. En we gaan kijken naar een groot bos bloemen dat door een zeer charmante dame wordt uitgereikt aan Gerry Kneteman. En ik neem laatst heeft zowel de dame als de bloemen zeer goed welgevallen als ik het zo bekijk. Verder zijn natuurlijk alle truien weer uitgereikt. De gele trui die blijft bij Joop Zoetemelk. De groene trui die blijft bij Martens. En de balletjestrui die de leiding in het bergklassement markeert is weer om de schouders van Martinez. Nadat hij één dag werd gedragen door Bernard Hinault. Gerry Kneteman wint de 18e etappe van de Tour de France van Morzine naar Lausanne in de tijd 3 uur. 36 minuten, 52 seconden. Nou, dat zal ik niet zijn, dat is collega Hans Brakker. Maar eerst nog even 2 informaties van mijn kant. Ten eerste dat zojuist is binnengekomen als laatste van de deelnemende Nederlanders Fedor den Hertog. Met een achterstand van 16 minuten en om en nabij 45 seconden. En dat is toch een tegenvaller voor Fedor, die zo goed geclasseerd vond in het algemeen klassement. Ten eerste als beste man van de Lejeune-Pool waar hij voor rijdt, maar bovendien ook op een keurige 18e plaats. En die natuurlijk in het klassement nu toch een duikeling maakt door die grote achterstand. En zo zie je dat een ogenschijnlijk oninteressante korte etappe toch zo zijn gevolgen kan hebben voor de deelnemers. Tweede informatie die ik nog graag even kwijt wilde is dat zojuist aan zijn laatste ronde van 4250 meter is begonnen de arme, gepijnigde Jacques Esclasson. We hebben hem vaak genoemd vanmiddag in onze reportages als man die betrokken was geweest bij een valpartij en daar een behoorlijke kwetsuur aan heeft overgehouden. Hij zat pijn te lijden op de fiets, dat was te zien, maar hij wenste niet te capituleren. Hij is begonnen aan zijn laatste rondje van ruim 4 kilometer en hij zal ongetwijfeld, zij het met pijn en moeite, de eindstreep halen. Goed, we hadden vandaag toch weer een feestelijke dag in de Ronde van Frankrijk, want immers een Nederlandse overwinnaar, Gerry Kneteman. Hans Brakker gaat met hem praten. Nou nee, dat was het dan, hè? De Tour was begonnen, zei je gisteravond op bed. En nou is het dan. Ja, het is onwijs. Kijk, ik ben natuurlijk in wijze geen dommerik. En als je, en als je dus al 5 Tour de France hebt, dan weet je onderhand wat er te koop is. Niet dat ik maar deze week nou gespaard heb, maar net omdat ik dus geen echte klimmer ben, dan moet ik bij de eerste wezen maar geweldig forceren om in de eerste groep te eindigen. En dat gaat in 1 dag, 2 dagen goed. En dan zet ik de 3e en de 4e dag geweldig in elkaar. Dus dan kun je kiezen tussen 2 dingen. Of een 20e of een 30e plek in de bergetappe, of een overwinning in een iets vlakkere etappe. En dan vind ik dat je dus beter een overwinning in een vlakkere etappe kan nemen als een... ...nu voor de witte trui. En ik reed gewoon goed, dat merkte ik. Toen pakten ze me dus terug voor al die van CNA. En toen kwamen we dus hier het rondje op, toen demereerde die Oliva, nee,
Ciego, nee, was het Oliva, ik weet eigenlijk niet, die heet, zo'n klein Spanjaardje. Dus we kwamen eigenlijk al met een beetje voorsprong het rondje op. En toen ging het berg op, en het was net een berg die wat geweldig mij ligt. Het was net zoiets als het kopje van Bloemendaal waar ik vroeger al trainde. Nou, toen ben ik op kop naar boven gegaan, en toen was ik dus weg. Eerst met twee, toen kwamen er nog twee bij. Ja, toen zijn we maar door blijven werken en op het laatst ben ik weggesnokt. Maar ik moest geweldig werken, niet te geloven, want ik heb afgezien in zijn beer het laatste stuk, hoor. Ja, het is wel de moeite waard natuurlijk, want de kneet die maakt een eigen voorspelling even waar. Ik zou nu juist zeggen, we kunnen een abonnement nemen ook op de tweede etappe zeggen. Want in de laatste toerweek ben je altijd op je best. Ja, op je best. Kijk, ik ben nog geweldig blij dat ik deze gewoon heb. Kijk, die andere komt misschien ook wel, maar het is in ieder geval, ik heb bijna over een etappe boven in de binnen geweldig blij mee. En dat, of er nog meer komen, dat weet ik niet, dat zullen we zien. Eén ding weet ik nu al zeker, ik weet weinig dingen zeker in het leven, maar het kan niet mislukken of het wordt een optimistisch verhaal van de kneet vanavond. Een zeer optimistisch verhaal. Dan sta je dan toch weer in de gele trui. Het is wel een prettig bezit in deze dagen, lijkt mij, voor jou. Zeker, ik begin er aan te wennen, ik begin zelfs in te geloven, ik voel me de best in. Maar, dat zegt iedereen, leuk voor Joop, pijn voor Joop, maar vrijdag gaat hij er aan. Nou ja, als ik er vrijdag aan gaat, dan heb ik er mijn best voor gedaan, dan heb ik alles voor gedaan wat ik ervoor kan doen. En als ik er aan gaat, ga ik er dan. Als ik erin blijf, dan ben ik tevreden. En, nou ja, anders, nou ja, dan heb ik weg gehad. Nou zijn er altijd vele geruchten in de wielerwereld. Eén daarvan is, het zaakje is al geregeld. Jullie hebben het ploegenklassement en jij zou een gele trui laten lopen. Maar dat lijkt me onzin. Dat is onzin. De ploegenklassement, ik heb maar geen één best schelen. Voor mij is de gele trui die me interesseert. En het ploegenklassement, nou ja, dan komt het erbij. Dan valt het eraf, dan valt het er net zo makkelijk weer af. Hè. Ben jij een beetje geschrokken van het feit dat je gisteren Ben Aino alleen maar kon bijhouden en er niet voorbij kon streven? Nou, ja, ergens wel, want in de rest heb ik mezelf afgereden, op de plaats heb ik me ook afgereden. Gisteren heb ik al het mogelijke gedaan om bij te benen en hij is echt geïmpressioneerd gisteren. Dat is nog niet te min, zegt hij, in Nederlandse en in Franse kranten. Zoetemelk blijft een bedreiging voor me. Denk je dat dat serieus is? Nou, ik denk het wel, want hij blijft elke keer van die steekproeven doen. Ik denk dat hij toch niet zeker van zichzelf. Hij heeft zichzelf vermeld in de Franse kranten. Ik heb hem het ook vermeld en... Nou, want ik heb twee tijden te benen, heb ik toch redelijk goed gereden. Met de hele trui, nou ja, je weet het maar nooit. Oké, dat was Joop Zoetemelk.